Mevrouw, kunt u even kijken? Kijk wat kan, hè? Nou, dat is geweldig. Mevrouw, ik had laatst een horloge gekocht en die horloge die ging kapot, maar omdat er iets kapot aan gaat aan die wijzers, weet ik niet wat ik ermee moet doen. En ja, omdat ik er niet mee moet doen, weet ik wel niet of ik die horloge moet houden of ik wel een nieuwe moet kopen. En ja, misschien dat ik wel een zilveren wil of een gouden, maar dat weet ik allemaal niet zeker. Dus ik denk dat ik één met diamanten pak en andere. Vindt u dat goed? Ja. Dank u wel. Excuseer, mevrouw, ik zoek een winkel, want ik ben vorige week in Eindhoven geweest en ik heb namelijk 4 kinderen geadopteerd. En ik ben nu kinderondergoed aan het zoeken en ik was hier vorige week gekomen met de auto en mijn vader had me de auto gegeven. Maar uiteindelijk, wat bleek, de tank was leeg. En weet je nog toen? Ja, en toen waren we verder gegaan naar Sri Lanka en Zuid-Afrika. Ja. En daar kwamen zo wasberen waren. Ja, wat was die 4 onderbroeken? Dus we zoeken 4 onderbroeken eigenlijk in principe. Maar ik zou niet weten welke winkel dat is. Weet je dat? Ik ben niet van hier. Ah, je zit niet van hier. Ah, oké. Okay. Mevrouw, ik had laatst een koek gekocht bij de CNA. Ja? En bij de CNA toen kreeg ik korting. Maar die korting was ongeldig, omdat er een actie was voor de winter. Maar die winter was al voorbij en nu weet ik niet meer wat ik met die korting moet doen. Omdat die korting, ja, die is al verlopen, maar ik wil toch die korting hebben. Dus ik weet echt niet wat ik moet doen, mevrouw. Weet je echt niet wat ik met die korting moet doen? Ik wil graag korting op broeken. Nee? Maar ik wil echt korting. U kan me niet helpen. Meneer? Meneer, excuseer. We hebben een vraagje. We zijn van Sri Lanka gekomen en we hebben een dierenasiel geopend. En we zoeken waar je dierenvoeding kunt kopen, maar niet de normale dierenvoeding. Dus dierenvoeding die biologisch geschapen is door Senegalese boeren. Ik zou het niet weten waar. Nee? Dus je weet niet waar Senegalese boeren kunnen dansen? Nee. Nee? Oké, is goed. Oké. Bedankt. Tot morgen. Mevrouw, ik heb een vraagje, hè, over uw baby. Hij is wel schattig. Ze. Ja. Is het ze? Ja. Oh, dat had ik niet verwacht. Ik heb een vraagje over je baby. Hè? Ja, lief, hè? Hij lijkt wel meer op een jongetje eigenlijk. Of is dat belediging? Ze. Oh, ze of een hij? Het is een ze. Dan kan je toch wel zien. Ik ben een girl. Nee, het is een jongen. Nee, het is een meisje.